Hallo? En allemaal daar? Knolpower. Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en niet Shrek. En ik ben een heerlijk ontbijtje aan het maken. Ik heb net de broodjes uit de oven gehaald. En dit zijn echt goddelijke broodjes. En ik ga jullie zien hoe je een ongelooflijk lekker, maar simpel ontbijt kan maken. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, deze broodjes dus. En filet américain. En ham, prosciutto italiano ham. En je hebt geitenkaas nodig. Dit zijn de drie meestelijke ingrediënten. En let op wat ik nu ga doen. Je snijdt natuurlijk gewoon in het brood, zodat je er wat tussen kan doen. Ook de andere natuurlijk, want daar wil je ook wat lekkere ingrediënten in gooien. Help, ik word opengesneden. Help. Hou je mond, joh. Nou, je vouwt ze achterover, zodat ze gewoon helemaal open zijn, zodat je gewoon lekker je gang kan gaan op het smeren van het broodje. Dit is echt het makkelijkste ooit. Je hebt een mes, je haalt hem door het filet américain, je pakt een stukje, je doet het op een brood en je smeert het uit. Als het is uitgesmeerd, en dit is best logisch, doe je het broodje dicht en het eerste broodje is Het eerste broodje is klaar. Nu gaan we beginnen met het tweede broodje. En die is iets ingewikkelder, mensen. Dus zorg dat je goed oplet. Ja, let je goed op. Je pakt wat geitenkaas en je probeert dit zo goed mogelijk te verdelen over het broodje. Normaal gesproken gaat het heel erg lastig, maar omdat het broodje wat warmer is, gaat het vrij simpel. Wees niet altijd zuinig met de geitenkaas. Dus ga gewoon lekker goed je gang en smeren maar. Nou, en de wekker gaat voor de volgende broodjes. Als je dat voor elkaar hebt gekregen, dan pak je de ham erbij. Die doe je er dan zo op. Die sla je dan een klein beetje dubbel hier. Dan pak je nog een plakje ham. Die doe je hier zo erop en die vouw je hier dicht. En dan klap je het broodje dicht. En dan, mensen, heb je een ontzettend lekker ontbijt. Echt waar, ik ga hier volop van genieten nu ze nog warm zijn. Oh, wacht. Die wekker die net ging, dat zijn mijn broodjes. Weet je voor wie dit is? Dit is voor D. En ik vind dat D een ontbijtje op bed heeft verdiend. Vind jij nou ook dat je ouders een keer een ontbijtje op bed verdienen, omdat ze hard werken om jullie te verzorgen, om de huur te betalen, of dat ze gewoon heel erg lief voor jullie zijn geweest? Maak dan een keer zo'n ontbijtje. Ik weet zeker dat ze het heel erg op prijs zullen stellen. Denk je nou gewoon van, ja, mijn moeder en mijn vader, nou ja, laat maar zitten, ik maak een ontbijtje voor jezelf. Ook goed, geniet er dan van. Maar nogmaals, je ouders zullen het heel erg op prijs stellen. Of je hebt een vriend of vriendin die je een keer lekker wil verwennen. Sta dan een half uur eerder op, probeer dit te maken. En dan weet ik ook zeker dat diegene helemaal blij zal zijn. Dames en heren, eet smakelijk. Daar ben ik weer, Dee en Melanie. Die zijn boven hun haar aan het doen, haar aan het veunen, haar aan het stijlen. Meisjes weten hoe die dingen gaan. En ik, nou, ik stap onder de douche, doe mijn pet op en klaar. Maar hier heb ik een masker. En ik denk dat ik ze even goed te grazen ga nemen. Dus kijken of dat gaat lukken. Ik ben heel erg benieuwd. Nee, die schrok niet, maar hopelijk Melanie wel. Dus we gaan het nog een keer proberen. Nou. Ja. Wat wil jij op je brood? Ik weet het. We hebben dit. Niet veel, maar. Die kaas. Ja, we hebben het daar. Kaas? Yes. Ah! Ik liep al. Daar liep ik al van. Oké, daar is hij. Je was net te laat. Ja, want het ging net de koelkast in. Oh my god. Niet helemaal gegaan zoals ik wou. Volgende keer gaat het beter. Ja, dat doe ik heel vaak, maar normaal knip ik dat eruit, maar nu laat ik dat erin zitten. Het is gewoon even voorbereiding voordat ik de vlog begin om even in mijn ding te komen. In ieder geval, wat Dee aan het doen is, is echt super komisch. Ik heb zelf ook sinds kort Snapchat en daar is Dee ook best wel vaak mee bezig. En dit is echt fucking debiel. Wat ben je aan het... Een clown is het. Dat sowieso. Wat is dat gele daaronder? Ja, dat wordt zijn pak. Alleen, het is nog niet af. Nee, fuck. Ik heb hem verzonden. Godverdomme. Hoe is hij weg? Oh my god. En ik heb dit gewoon op film staan. Maar hoe is hij zo geëindigd? Hij is niet helemaal af. Maar normaal gesproken maken we dingen goed af en verzenden we het niet halverwege, maar echt op het einde. Ik deed het niet expres. Ik ga wel verwijderen weer. Ze gaat nu een nieuw maken. Maar zo doen we allebei ons best om af en toe wat leuke dingen op Snapchat te zetten. Ik zal D en mijn Snapchat even in beeld laten komen. Vind jij het nou leuk om af en toe wat rare random foto's en laatste tijd heb ik ook wat filmpjes erop gezet. En D ook. Wil jij dat zien? Check dan even onze Snapchat. Ik vind het wel grappig om dat gewoon te gebruiken. Dat is weer even extra interactie met jullie kijkers. Kunnen jullie ietsjes meer zien van mijn leven nog, behalve dan de vlogs. Ja, er is nog verder meer te zien. Ik maak grotendeels gebruik van Instagram. Daarna gebruik ik Twitter het meest en ja, met Snapchat nu samen denk ik. Dus Twitter, Instagram en Snapchat. Dat gebruik ik echt super vaak. Als je met Twitter en Instagram wil weten, kan je dat even checken in de beschrijving. Maar Snapchat staat nog steeds in beeld, dus lijkt het je leuk? Voeg dat dan even toe en dan zie je mijn foto's en filmpjes die echt random as fuck zijn natuurlijk weer. Oké, ik ga even douchen, ik ga aankleden en dan ga ik straks in de auto vertellen wat het plan is verder. Oh my god, ik heb weer een overhemd aan en ik heb gedaan, maar ik ben het echt mensen. Weet je wat er gaat gebeuren? Ik ben onderweg naar Amsterdam. Vind ik dat cool met Nicolette van Dam? Ja, dat is het enige wat ik wist wat rijmde. Maar dit is Nicolette van Dam niet, allebei niet. Ze lijken het wel heel erg op, ik weet het. Maar het is Deetje en het is Mellebel, Snottebel. En wij gaan dus naar Amsterdam. We gaan Melody straks uitschoppen op het station. Dee en ik gaan door naar een soort van event. En daar ga ik praten over YouTube. Zeg maar heel even krom in het kort van hey, hallo, mijn naam is Enzo Knol, ik ben 21 jaar. Ik doe YouTube sinds 9 juni 2013. Ik haal nu bijna 18 miljoen, of ja, om precies te zijn 17,8 miljoen weergaven per maand. En bla bla bla. En ja, dat is YouTube. En zo gaat het in zijn werking, bla bla. Allemaal informatie over YouTube, wat ik doe, wie ik ben en dat soort dingen. En dat kan wel heel erg interessant zijn. En ik ben heel erg benieuwd hoe het daaruit ziet. Ik ga daar natuurlijk gewoon vloggen, dus jullie zullen het allemaal zien. Er staat een auto aan de zijkant. Gelukkig zijn wij het niet, anders komen we te laat. Dat zei ik gewoon heel even snel tussendoor. En ben ik irritant? Ja. Ik ben echt zo zenuwachtig geweest. Dat is echt niet normaal. Dus ik zit de hele tijd gek te doen, toeters, bellen te trekken, te schreeuwen, te dansen. Ik kreeg zo net al een klappen in mijn ballen van D, omdat ik irritant was. Dus ik heb nu een fles water hier staan, want het is koud en het koelt mijn ballen. Dus allemaal van dat soort dingen. Het is echt één grote chaos en gekte in de auto. Weet je wat? Ik doe de muziek aan, want ik word echt helemaal druk. 19 en 20 december. Dat was geen muziek, dus ik zal nog heel eventjes verder doorpraten. Nee, geintje. Ik check jullie zo daar. En alvast doei Mel. We komen net aan hier in Amsterdam en het is echt super koud. Oh my god. En ik heb gewoon alleen een overhemd aan. Ik heb er zelfs helemaal niks onder. Dus ik heb het echt ijskoud. Het is 7,5 graden. Maar we gaan naar binnen en we gaan er wat leuks maken. Oh, en ik zie daar trouwens een hele gave auto. En die zal ik wel even laten zien. Normaal gesproken heb je trouwens een rode loper. Hier niet, hier heb je een groene loper. Super random. Oh ja, en dit is de auto. Hij ziet er wel tof uit. Het is denk ik een hond. Ja. Super cool, we gaan even naar binnen, kijken wat daar allemaal te beleven is. Hey, hallo. We zijn binnen en we hebben, Dee heeft even de jas gedropt. We zien in ieder geval daar al wc's gaan en dat is een goed teken. Want ik moet super nodig naar de wc en Dee ook. Hey, dude. Bardo, jij ook hier man. Dat is een hele ongemakkelijke begroeting. Ja, dat wel. Is alles lekker jongen? Altijd awkward als je iemand weer sinds lange tijd ziet en je wil mijn hand geven en die andere een box of zo. Ik loop één keer opnieuw vlog. Oké, overnieuw. Oké, high five doen we. Wow. Wow! Sick man! Hoe is het jongen? Ja, goed met jou? Ja, lekker lekker! Nice, heb je al goed voorbereid? Wat moeten we hiervoor heb jij iets voorbereid hiervoor? Ja, jij bent wel, je hebt je haar gedaan, overhemdje. Ja, dat wel. Ja, jij hebt ook wel een overhemdje. Ik heb mijn haar niet gedaan hoor. Ik zie eruit als een, ik kom echt zo mijn nest uit. Ja, maar dat is toch lekker om zo door je haar zo opzij te doen en dan Justin Bieber. Oh yeah! All the way jongen. Ik spreek je zo weer. Is cool man. Dus, voorbereiding. Ja. Beetje. Het is zeg maar zo dat we hebben niet een heel thema, programma, iets bedacht. Het is gewoon van, hé, we gaan daar straks staan en waar we gaan staan zal ik wel even laten zien. Ja, hier zie je een gedeelte van het publiek en hier zie je helemaal een gedeelte van het publiek. En dan heb je daar een podium met twee stoelen en daar ga ik dus straks heen. Maar ik heb nu gewoon eerst even tijd zat om heerlijk even te chillen, even wat te drinken, dus ook even naar de wc te gaan. En dit is ook een mooie rustige locatie als je hier naar buiten kijkt. Dan zie je gewoon een hele rustige omgeving. Dus ik kan eerst nog even relaxen, ontspannen. En dan straks, ja, dan ga ik me nu een beetje voorbereiden alsnog voor zometeen. Gewoon even relaxen en dan straks gaat het allemaal gebeuren. Het duurt nog eventjes voordat ik moet spreken. In totaal iets van een half uur moet ik een kwartier van tevoren aanwezig zijn. We lopen nu nog even hier door een hal heen waar het echt super koud is. Want de deuren staan de hele tijd open. Het is echt dansmakers. Oh, een raar bord. Maar in ieder geval, wij gaan eventjes wat drinken halen. En dat kunnen we doen in deze grote zaal ergens. Waar precies, ik heb geen idee. Maar we gaan even op jacht. Hallo, heeft u ook water voor mij? Super, dankjewel. Wat wil jij? Thee. Ze wil thee. Heb je het zo koud? Koud het is. Oh. En er gaat weer 3 suiker in ongeveer. Anders is de thee niet lekker, dat is logisch. Het is niet te drinken anders. Thee moet wel... Echt vies veel suiker gewoon. Oké, we hebben allebei wat drinken. We gaan nu even een rondje lopen hier. Want er zijn nog wel wat dingen te doen. Ja, nou niet echt te doen, maar te zien hier. Je hebt daarachter bijvoorbeeld een auto staan. Ik zal er meteen even heen lopen, kijken wat dat precies is. Het is een soort van Night Rider. Kennen jullie dat nog? Hele gave auto. Wij gaan nog even rondkijken en dan straks gaat het gebeuren. Zo, dames en heren, ik sta op het podium samen met Bardo en David. En er zijn echt zoveel... Normaal gesproken heb ik wel heel veel kijkers, zeg maar, de ogen op mijn video gericht, maar nu in het echt. Dus het is een beetje anders. Maar heel veel mensen daar, allemaal even zwaaien. Hallo! Allemaal daar. Oké, en dan gaan we even iets leuks doen. Ik sta heel erg voor Knolpower. Mijn achternaam is Knol. En ik zal heel even kort vertellen, vroeger werd ik daarmee gepest. Maar nu heb ik daar iets leuks van gemaakt. Iets energieks, iets vrolijks. Dus zou het heel tof zijn als ik zeg 3, 2, 1 dat jullie allemaal zeggen Knol. En dat jullie allemaal zeggen Power. Oké? Dat is leuk toch? Even erin komen. Dus 3, 2, 1. Knolpower! Oh yeah! Super awesome. En nu gaan we even wat vragen beantwoorden. Gaat leuk worden. Is deze video-entertainer uitgegroeid tot een van Nederlands grootste YouTubers? Bardo! De presentatie zit erop, maar het is natuurlijk nu even tijd om wat foto's te maken. En het is op zich best raar, maar het is echt een hele gave, leuke ervaring. En ook echt gaaf om mee te maken dit. Normaal gesproken, er staan schreeuwende kinderen hier. Nu heb ik allemaal ouders, grotendeels. En die gaan allemaal even een selfie maken, ook voor hun kinderen. Dus dikke shout-out naar jullie allemaal. Het kan zijn dat een van jullie, de ouders, hierbij waren. Jullie ouders zijn allemaal echt super aardig, super tof. Dus dikke shout-out naar hun. En echt tof dat ze even de moeite nemen om hier te wachten. Zodat ik even voor jullie dan een foto of video ga opnemen. Heel erg gaaf. Ik laat ze niet langer wachten. Knolpower! Yeah. De fotosessie en de filmsessie, ik heb heel veel video's voor kijkers opgenomen van de kinderen van ouders, zitten op. Ik ben hier net geïnterviewd. En mag ik heel even de microfoon vasthouden? Echt de microfoon? Ja, dus echt de microfoon. Dan keren we het even om. Wat is jouw naam? Hans. En Hans die heeft mij net geïnterviewd. Ging dat goed? Ja, ging fantastisch. Dat is helemaal leuk. Weet je nu een beetje wie ik ben, wat ik doe? Ja, Enzo, Knolpower, ontzettend leuke filmpjes, heel veel kijkers. Ja, groot succes, in 1,5 jaar al. Kijk eens aan, dat is in het kort gewoon perfect dit. Nou, dankjewel. Dames en heren, ik ben hier nog heel eventjes met Sam Froome. Ja, je hebt het goed. Juist, ja, goed. Zo net had ik moeite met zijn naam. Ik ben echt zo slecht in de naam onthouden, ongelooflijk. En dikke shout-out naar, oh je kaart staat omgekeerd, draai hem even om. Dan... Oh nee, Gijs Jan van Leeuwen, zo, dat is een lange naam. Enzo Knol, en wie is dat? Gijs, ik ben nu al vergeten, dat is te lange naam. Stel jezelf voor. Hoi, ik ben Gijs Jan van Leeuwen. En dit is... Hi. Hey, dikke shout-out naar hun. Normaal gesproken doe ik dit niet, maar ik maak graag een uitzondering voor Sam. Jij wilde heel graag de outro doen. Ik wil heel graag de outro. Dat zou mij echt super vet lijken. Mag ik gewoon doen? Ga je gang. De dag zit erop, mensen. Of nou, de dag zit... Wat lul ik nou? De dag zit er helemaal niet op. Het evenement zit er bijna op. Maar we hebben allebei broodje. Broodje. Die broodjes zijn zo lekker. Ongelooflijk lekker. En het is gratis. En ook juderans, noem alles maar op. Dus we hebben echt superveel gedronken. Superveel Ik zit serieus al vol, maar ik stam deze nog even naar binnen. Oh, het is echt lekker, hè? Het is gewoon gratis. Dus we zijn echt volop eten. Wij gaan er nu vandoor. Wij gaan weer richting Hilversum. En... Oh. Ik moet stoppen, want ik ga... Ik heb echt heel veel gegeten, wauw. Maar wij gaan er weer vandoor. Dus doei Amsterdam. Wow, wij hebben... Knoei. Oh my god. Die Markie boy. Zit dit te schudden, heeft hij de dop er niet goed op. In ieder geval, we hebben ongelooflijk lang gedaan over... Wow, hallo, ben ik... Jee. Ongelooflijk lang gedaan over de terugweg. We hadden file, het is heel erg koud, het is mistig. Mensen rijden langzaam. Er gebeuren ongelukken veel sneller. Dus we deden er wat langer over, maar we zijn thuis en het was meteen druk. Ding dong, de bel ging. Wie was dat? De installateur van internet. En wat hebben wij nu? Internet! En hoe snel is dat? Heel erg snel, maar nog niet snel genoeg. Het is inderdaad al super snel, maar nog niet snel genoeg. Dus morgen krijgen we weer even een telefoontje van hey, hoe is nu het internet? Is het al opgelost? Want we hebben niet wat we zouden moeten krijgen. Maar het is al wel heel erg snel. Dus daar ben ik blij mee. En we hebben het even gewoon makkelijk gedaan, omdat we heel veel haast hadden. Dus we hebben even een pizzaatje in oven gedouwd. En we gaan nu heerlijk eten. Maar wauw, wat ben ik blij dat we internet hebben. En we hebben gewoon voor het eerst weer tv. Dus wat gaan wij kijken? The Simpsons. En we gaan daar heel erg van genieten. Dus dat gaat heel erg leuk worden. Yeah. Ik heb nog een hele relaxte avond gehad. Ik heb ervan genoten. Lekker bank hangen, lekker chillen. Niet zo heel erg veel doen. Ik heb wel een klein stukje van de vlog alvast bewerkt. Maar voor de rest heb ik een chille avond gehad. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. We hebben lekker de verwarming ook hoog aangezet. Want buiten is het nog steeds ongelooflijk koud. Ik had per ongeluk het raam van mijn kamer nog een klein stukje openstaan. Dus brrr, het is heel erg koud hier op mijn kamer. Dus ik hou het even kort. Dan ga ik heerlijk mijn bedje in liggen. En ik heb nu nog eventjes mijn pet opgedaan. Als afsluiting van de... Nee, afsluiting van de vlog. Dat is waar ook. Die heb ik eerder vandaag opgenomen, de afsluiting van de vlog. Ik wil nog heel eventjes zeggen, gewoon vanuit mij, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het een geslaagde dag. En nu gaan jullie het auto stukje gebeuren zien. Het is anders dan normaal, maar juist daarom denk ik dat het leuk is. Vet dat jullie allemaal hebben gekeken naar deze vlog van Enzo Knol. Als je het leuk vindt, doe dan even een like. Als je nog niet bent geabonneerd, abonneer dan ook even. En zoals Enzo altijd zegt, dikke, vette peace! Knolpower.